Ja, we gaan altijd coalities moeten maken met andere partijen. Maar op Vlaams niveau is het moeilijk om een coalitie te maken zonder ons. En dus we zullen de volgende dagen gebruiken om te kijken welke coalitie mogelijk is op Vlaams vlak. Want dat is natuurlijk onze eerste prioriteit. Het is een moeilijke dag. We blijven de grootste partij van het land. Dus dat is het goede kant van de zaak. Maar we kunnen niet ontkennen. We gaan een aantal procenten achteruit. En dat doet pijn, want dat kennen we niet. We hebben al altijd verkiezingen gewonnen. En ooit moet het de eerste dag zijn dat je dus verliest. En dat is dus vandaag. En dat is moeilijk.